Je hebt maar één doel voor ogen. Wat je steeds wil creëren is de perfecte situatie. Uiteindelijk gaat het om de pure snelheid. De tijd tikt. Het leuke aan strandracen is dat het een vrij jonge sport is. Snelheid is super belangrijk en dat is ook de uitdaging in het bouwen van de perfecte strandfiets. 4,5 jaar geleden kwamen we elkaar tegen. En toen zei ik van als wij samen gaan werken, kan jij Nederlands kampioen worden in de marathon, mountainbiken. Het allermooiste vond ik eigenlijk dat hij dat op de track deed. Ja, dat is ook gebeurd en daar werd hij Nederlands kampioen mee. Na een maandje nam hij al contact op, kan je een beachrace voor me bouwen. Sick hoor. Een strandracer is een omgebouwde mountainbike. We gebruiken keramische lagers, een lichtgewicht ketting, lichte cassettes. Zo alles zo licht mogelijk, zodat het zo snel mogelijk kan gaan. We hebben een luchtsysteem op de fiets gemaakt. Dat kan je bedienen onder het rijden. Dus dan kan je met je bandendruk spelen. Maar als je daar voor het eerste keer mee rijdt, dan denk je van hoe kan dit? Het is echt top. Echt super. Als je heel hard werkt voor een bepaald doel en je traint hard, dan merk je ook dat je dat terugbetaald krijgt, dat je je grenzen kan verleggen. Dus de grootste uitdaging voor mij is om wedstrijden te winnen en ik probeer gewoon telkens de concurrentie een stapje voor te zijn. Voor ons is snelheid alles. Acties waarin de elementen samenkomen. En met wind mee aan de harde strand en dan halen we echt snelheden van 60 km per uur. Je hebt echt het gevoel dat je vliegt over het strand. Nou, de combinatie van afzien en tactische beslissing maken, maar ook focus op de juiste techniek. Binnenkort de eerste belangrijke wedstrijd is Egmond-Pierre-Egmond. Dat is een beetje de klassieke onder de strandracers. Een uniek beeld op het strand, dus ook voor de toeschouwers is het heel vet. En die zien gewoon een uur lang zien ze alleen maar mensen over het strand heen knallen. Ja, dat is een mooie race die ik al één keer gewonnen heb. Ik hoop natuurlijk weer een keer te winnen. Je wilt telkens opnieuw bewijzen dat je de beste bent.